En wat besloten ze te doen? Om beelden te maken. Weer een trucje van de shaitan. Waarom maken jullie geen beelden van die mensen? Dat zijn goede mensen die gered zijn. Dan kunnen jullie aan Allah blijven denken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lieve broertjes en zusjes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van een verhaal van een profeet. We hebben al kennis gemaakt met een aantal profeten natuurlijk. En we hebben het ook gehad over Noah alayhi salam. En dat hij gered werd door Allah nadat hij een grote ark had gebouwd. En Allah had hem gered en de gelovigen gered. Nu gaan we het weer over een andere profeet hebben. En het ging ook heel lang goed met de mensen. Ze bleven gelovig en ze bleven denken aan Allah. Ze bleven elkaar ook herinneren aan Allah. Want we willen niet zoiets meemaken dat er zoveel regen uit de hemel komt en uit de aarde komt. We zijn gered door Allah. We moeten dankbaar zijn. We moeten Allah aanbidden. Totdat er een groep mensen kwamen die op het idee kwamen om de mensen die gered waren te eren. Dus om iets voor ze terug te doen. En wat besloten ze te doen? Om beelden te maken. Weer een trucje van de shaitan. Waarom maken jullie geen beelden van die mensen? Dat zijn goede mensen die gered zijn. Dan kunnen jullie aan Allah blijven denken. En heel ver hier vandaan leefde een man die heet Hud. Hij stamt af van een Arabische volk, Aad. En zij leefden in zandbergen. Dit noem je in het Arabisch Al-Ahqaf. Er is ook een sora in de Koran, heet Sorat Al-Ahqaf. Weet jij hoe die sora begint? Hamim. Eén van, ja toch? Ja. Nou, en Hud alayhi salam werd uitgekozen door Allah om deze mensen te vertellen over Allah. En weet jullie wat zo bijzonder was aan het volk van Aad? Het waren ontzettend grote en sterke mensen. Er was geen volk op aarde dat zo groot en sterk was. Allah zegt: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Zulke grote sterke mensen. Ze hadden prachtige huizen, prachtige tuinen. Ze bouwden hoge kastelen. Ze waren trots op zichzelf. Maar ze waren daardoor ook arrogant. Een beetje hoogmoedig eigenlijk. Want ze hadden het allemaal goed. Ze waren rijk. Maar ze keken niet om naar de arme mensen. Ze gedroegen zich eigenlijk heel hoogmoedig. Kijk hoe goed wij zijn. Kijk hoe sterk wij zijn. Ze dachten niet aan Allah die hun al deze mooie dingen heeft gegeven. En daarom stuurde Allah Hud naar deze mensen. Om ze te vertellen over Allah en over wat goed gedrag is. En Allah kiest zijn mensen uit. Je kunt niet zeggen, weet je wat? Ik ga heel hard mijn best doen en dan word ik een profeet. Of ik ga een cursus volgen en als ik klaar ben, ben ik een profeet. Dat kan niet, want het profeetschap is eigenlijk een cadeau van Allah. Hij geeft het aan wie hij wil. En Hud sprak dezelfde taal en kende deze mensen. Dus hij was geschikt om ze te vertellen over Allah. Hij begon ze uit te nodigen en te vertellen dat Allah hen heeft gemaakt. En al deze mooie dingen heeft gegeven. En dat ze juist dankbaar moeten zijn en aan de arme mensen moesten denken. Deze mensen wilden niet luisteren. Ze zeiden zelfs tegen Hud: "Je moet hiermee stoppen. Stop hiermee. Jij bent een dwaas. Jij bent een leugenaar." Dat is vervelend om te horen. Dat Hud wordt beschuldigd van gekte eigenlijk. Dat hij gek is en een leugenaar is. Hoe zou jij reageren als iemand dat zegt?
Zou je wel even schrikken, hè? Als iemand zegt, je bent een dwaas, je bent gek. En Hud die reageerde heel rustig, want hij is een profeet. Hij zei, Qala ya qawmi leysa bi safaha. Ik ken geen dwaasheid. Er is niets met mij aan de hand, hoor. Hij zei niet tegen hen, nee, jullie zijn stom. Jullie zijn gek. Jullie deugen niet. Nee, Hud bleef juist heel rustig. Hij zei, ik ben iemand die gestuurd is door Allah. En ik geef jullie echt goed advies. Dat is wat Hud tegen deze mensen zei. Dus Hud wilde het beste voor hen. Maar zij weigerden te luisteren. Wat Hud ook probeerde. Ze wilden niet naar Hud, alayhi salam, luisteren. En Hud deed ontzettend zijn best. Hij vroeg hen om vergeving te vragen aan Allah. Zoals Noach ook had gedaan. Noach had gezegd. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Als jullie berouw tonen, krijgen jullie zoveel mooie dingen van Allah. Vraag vergeving. Dat zei Hud ook. Maar wat Hud ook deed, zij wilden niet luisteren. En op een gegeven moment was er een lange periode van droogte. Sommigen zeiden zelfs, het was jarenlang droog. Wat betekent het als het droog is? Dat er geen water is, geen regen. En deze mensen hadden wel allemaal mooie tuinen met vruchten en hadden natuurlijk wel water nodig. Maar geen regen. En dit was eigenlijk een teken van Allah die hun een kans geeft om terug te keren naar Allah, om hem te vragen. Maar dat deden ze niet. De dagen gingen voorbij, de maanden gingen voorbij. En wat Hud ook probeerde, nog steeds wilden ze niet luisteren. Totdat op een dag zijn grote donkere wolk zagen. En ze waren blij. Want ze dachten, dat is een wolk die met regen zal komen. Het zal eindelijk gaan regenen. Maar het was een grote vergissing. Het was geen regen. Allah stuurde een afgrijzelijke wind. Een wind die heel koud was. En het duurde 7 nachten en 8 dagen lang. En het vernietigde alles. En zo werd Hud gered. En ook de gelovigen met hem. Alle kansen die ze hadden gekregen, hadden ze niets mee gedaan. Ondanks dat Hud natuurlijk dingen verteld had, maar ze wilden niet luisteren. We leren hieruit dat als je mooie dingen krijgt van Allah, dat je het beste dankbaar kunt zijn. En dat je Allah moet aanbidden natuurlijk. Hud, die zei net als Noach ook, Ya qawmi ibudullaha, ma lakum min ilahin ghayru. Wie moeten we aanbidden? Allah, er is voor jullie geen andere God. Maar het werkte dus niet. Dus leren we hieruit dat we goed ons best moeten doen om alleen Allah te aanbidden. Tot weer een volgend verhaal van een andere profeet. Assalamu alaikum. Vraag 1. Naar welk volk is Hud gestuurd? 2. Hoe heette de zandbergen waar zij in woonden? 3. Hoe lang duurde de hevige wind? رسول جاء بالإيمان